Dag dames en heren, jongens en meiden, welkom bij weer een gloednieuwe Automotim. Het is vrijdag 5 uur en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe video. En op de Automotim Instagram Stories heb ik jullie de keuze gegeven. Gaan we verder met de Car Hunt of ga ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe partner Total Concept Cars? En ondanks dat jullie kozen voor de Car Hunt, ga ik jullie nog een weekje in spanning houden en ga ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe partner, een jong dynamisch bedrijf in Bokstel, wat in exclusieve auto's doet. En ik ben zo gefortuneerd dat ik voor hun alle exclusieve auto's op bewegend beeld vast mag leggen. En ik heb al een aantal video's gemaakt, maar we gaan beginnen met de Audi R8 V10 Plus. Dus ga er even voor zitten en geniet. Dag dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe Total Concept Cars. En vandaag gaan wij op pad met deze Audi R8 V10 Plus. Dus stap in en kom mee. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. What's a $1 finish to $1 million move? Want more than just a cliche to get me through the day, but I get mad at myself cause I can't find the words to say. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. Welkom in de Audi R8 V10 Plus. De duurste, de snelste en de meest krachtige Audi van dit moment. Maar ook de Audi met de minste turbo's. Inderdaad, deze Audi is voorzien van een atmosferische V10 met 610 pk. En het is een genot om deze V10 in zijn toeren te jagen. Ook al zit je in een te hoge versnelling, je voelt gewoon hoe de motor kracht aan het opbouwen is om alsnog jou die stoot in je rug te geven. Met het stijgen in de toeren neemt de intensiteit toe, het kippenvel neemt toe en op een gegeven moment als je hoog in de toeren komt is het gewoon een orgasme. En waar autofabrikanten met een nieuwe generatie auto meestal een stap of twee stappen zetten, heeft Audi met deze nieuwe, de tweede generatie R8 V10 10 stappen vooruit gezet. Want waar het bij de eerste generatie R8 zo was dat het meeste van het vermogen naar de achterwielen ging, is het bij de tweede generatie een balans tussen de voor- en de achterwielen en een continue rekensom die de auto maakt. En daarmee heb je ongelooflijk veel grip en is het zelfs mogelijk om gewoon bij het accelereren, bij het wegaccelereren, gewoon een zwart streep achter te laten. En deze Audi geeft je ondanks het brute vermogen het vertrouwen dat als er iets gebeurt, ik heb je. En dat komt door het onderstel, dat komt door de vierwielaandrijving, maar ook zeker door de keramische remschijven. Die schijven hebben een stopkracht waarvan je zelf bang bent om eigenlijk de grens op te gaan zoeken. Zoveel remkracht heeft deze auto. En over de remmerij gesproken, af fabriek worden de klauwen in het grijs uitgevoerd, maar bij deze Audi zijn ze in het geel gecoat. En dat is mooi, want deze Audi is ook voorzien van een Audi Exclusive interieur, waar dat gele mooi terugkomt. In de stoelen, maar ook in de stiksels, in het middenconsole, op het stuur, op de deuren en in de hemel. De hemel is uitgevoerd in het Alcantara met hele mooie gele stiksels. En je hoort het al, deze auto is ook goed geïsoleerd. En dat is ook wel nodig, want ik heb de auto nu in de comfort mode staan. Maar als ik hem in dynamic zet, gebeurt er dit. Je hoort het al. In de dynamic stand gaat er een klep open in de uitlaat en dan pas is de beleving echt compleet. Dan is het echt kippenvel verzamelen. De hele package maakt de Audi R8 V10 Plus een auto waarmee je heel makkelijk en vol vertrouwen snoeihard kunt rijden. Zijn we er dan? Nee! Er zijn nog twee dingen aan deze Audi R8 V10 Plus. Allereerst is dat het carbonpakket op het exterieur. Deze Audi is voorzien van een aantal carbon accenten waarmee de looks van deze Audi nog net dat beetje extra zijn. Nog net dat beetje toffer. En het tweede ding, dat is een knopje. En wel deze.
de afstandsbediening voor de Capristo uitlaat. En hoe dat klinkt? Dat klinkt zo. Ja, deze R8 V10 Plus is een meesterwerk op wielen. En met die Capristo uitlaat heeft hij zelfs een vermogen van 630 pk. En wil je nou meer weten over deze auto? Neem dan een kijkje op de website van Total Concept Cars of kom even langs op de Mijlstraat in Bokstel. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij Total Concept Cars. En zeg het maar, was dat vet of was dat vet? Ja, en ik heb al een aantal auto's meer op video vast mogen leggen voor Total Concept Cars. Denk aan een Audi RS6, een Dodge Challenger, een Bentley Continental GT Speed en bijvoorbeeld een Aston Martin Virage. En ik zit eraan te denken om iedere week een auto van Total Concept Cars op mijn YouTube te gaan plaatsen. Maar ja, wat zouden jullie doen? Zeggen jullie doen of zeggen jullie nou, doe maar iets minder. Ik wil sowieso zeggen, ga Total Concept Cars volgen op Facebook en op Instagram. De Instagram is nog in opbouw, dus daar gaat binnenkort heel veel gebeuren. Maar wil je daar als eerste bij zijn, ga ze even volgen op Instagram. En ja, ik ga hem weer afsluiten voor deze week. Volgende week beloof ik jullie dat we doorgaan met de Car Hunt. Maar het lijstje maken is gewoon zo moeilijk. Ik wil maar 10 auto's in de serie gaan uitlichten. Maar er zijn zoveel gave auto's. Ik bedoel, ik kwam laatst nog op een Lotus Elise. Ja, eigenlijk ook een heel gave auto. Dus je snapt het al, die Car Hunt. Ja, ik heb daar nog even de tijd voor nodig om die op te zetten. Maar onder het motto abonneren kun je leren, help mij naar die 1000 abonnees toe en druk nu op die abonneren knop en dan ben jij volgende week als eerste weer op de hoogte van de nieuwste Automotive content. Volg me ook even op Instagram en op Facebook. En dan dank ik jullie voor het kijken. Laat even in de reactie achter wat je dus van de Total Concept Cars video vond. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Tot dan. Hoi!